Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Leuk dat de eerste kijkers alweer binnenkomen, gezellig. Nou, vanmiddag ga ik iets laten zien met de nieuwe sidekick plannen van Elisabeth Craft Design. En voor velen is het misschien al wel bekend, want Rihanna die heeft er gistermiddag ook al iets live meegedaan. Maar wij wisten het niet van elkaar en ja... Vandaar dat jullie even twee van die uitzendingen achter elkaar hebben. Maar ik denk dat jullie het niet zo heel erg vinden. Ik denk dat hoe vaker je dingen ook ziet, hoe meer informatie je ergens van krijgt. Ik moet nog eventjes mijzelf weer opzoeken. Ik ben mijzelf even weer kwijt. Nou, meestal heb ik mijzelf snel gevonden, maar deze keer lukt het eventjes niet zo snel. Ik heb hem. Nou, ik ben er. Nee, en ja, weet je wat het ook is? Wij kunnen wel elke keer zeggen van we gaan iets unieks gaan doen. Maar wij moeten natuurlijk ook een klein beetje kijken naar waar onze inspiratie bij ligt. En dat soort dingen. De ene keer hebben we hier zin in om te gaan maken. De andere keer hebben we daar zin in. Ik had deze planner eigenlijk afgelopen weekend al willen doen. Maar toen kwam het er gewoon helemaal niet van. Nou, de rest van de week kwam even anders. Woensdag wilde ik graag een kaartje gaan maken. En ja, toen werd het uitgeschoven. En toen dacht ik van, nou, vooruitgeschoven. En toen dacht ik van, nou, weet je, dan doe ik het vanmiddag. De Sidekick Planner. De Sidekick Planner is dus een formaatje kleiner dan de andere planner die jullie al gewend zijn. Ik kan het verschil ook laten zien. En de planner die ik vanmiddag laat zien... Deze wat hier voor mijn neus ligt, die is dus niet van mijzelf. Maar vanmorgen is Els van den Burg nog even weer bij ons geweest. En die heeft dus haar planner even gebracht met een aantal voorbeelden, zodat ik jullie wat kan laten zien. Nou, dit is dus het verschil. Deze was er al, die is op A5 formaat. En dit is de nieuwe, dat is de personal size. En die is dus wat kleiner. Er zitten allemaal stansen bij en er zijn dus ook verschillende stansen. De stansen van de andere planners die zijn dus ook groter en die passen dus niet in deze. Je moet dus echt even kijken dat je de stansen wel even verschillend houdt. Wij hebben er ook duidelijk bij staan bij alle stansen wat Sidekick is en bij die andere is het gewoon. Nou, dit is het formaat, het verschil. Nou, die van mij die moet nodig gevuld worden, want ik ben nog blijven steken bij mijn eerste pagina die ik ook tijdens een live heb gemaakt. Maar ik heb iets bedacht waardoor ik iets vaker ook voor mijzelf kan gaan knutselen. En dat wil ik dus binnenkort ook wat meer pagina-planners gaan maken. Plannerpagina's gaan maken. Nou, de planners. Ik kan daar heel kort over zijn. Maar er zijn er niet veel meer op voorraad. En helaas duurt het ook even voordat deze espresso, want hij is er in twee kleuren. Hij is er dus in de kleur beach en in de kleur espresso. Dus die mooie donkerbruine. Die zal ik ook eventjes van de binnenkant laten zien voor degene die nog helemaal nieuw is met de planners. Eventjes voorzichtig uithalen. Nou, wat ik dus zei, die planners die zijn momenteel, wij hebben er geloof ik nog maar twee op voorraad. Of misschien inmiddels al wel uitverkocht. En die zijn zo gigantisch hard gegaan dat ze dus momenteel even niet leverbaar zijn. Els zie ik ook verschijnen. Hoi Els, leuk dat je erbij bent. Als het goed is zit je in de auto, meen ik. Ze heeft een gezellige meeting met Ilse en Charlene. Deze planners komen dus wel weer, maar het duurt nog wel eventjes. Je kunt in de tussentijd dan natuurlijk wel alvast met de stansmallen aan de slag gaan. De stansmallen zal ik ook even laten zien. Oh, deze zal ik aan de binnenkant nog even laten zien. Dus die heeft ook een hele mooie leren binnenkant, zeg maar. Poppetje gezien, kastje dicht. Hij gaat weer het doosje in.
Deze gaat weer terug naar de winkel, zodat deze nog netjes kan verzonden worden naar iemand. Kan nog iemand blij worden met de planners? Ik ga dit even opruimen. Nou, dan zijn er allemaal stansmallen. Ik ga denk ik eerst even de stansmallen laten zien. En dan pak ik er straks wat voorbeelden bij. Er zijn stansmallen en stempels. Er zijn twee verschillende stempelsetjes. De CS176 en de 177. En dat zijn dus hele leuke tags die je erbij kan doen. Hier zitten januari, februari, maart en zo dus de alle maanden. You're a star, 100% real, happy place. Dit zijn ook nog wel labels die je zelf kan stempelen en uit kan gaan knippen. Dus een superleuk setje. Dan de tweede, daar kan je bijvoorbeeld, dit is ook een hele gave. This happens today. En daar kun je de datum, de maand en het jaar. En daar passen dus deze kleine stempeltjes weer bij. Dus dat is superleuk. Nou, daar heb je ook nog ook weer alle dagen bij staan. Weekend, Monday. Nou, dit is er ook heen met de datum. Dus dit is als je echt datums wilt gaan verwerken in je planner. Is dit een superleuk set. Dus dat zijn de twee stempelsetjes. En dan komen we bij de stansmallen. De stansmallen zijn dus de basismallen voor je plannenpagina. Dus dit ga je gewoon in zijn geheel door je stansmachine halen. Voor degene voor wie het helemaal nieuw is. Dus dit is de basis. Zo'n basis heb je nodig voor elke pagina wat je wilt gaan maken. Dan zitten er hele leuke stansen allemaal bij. En van deze woorden, want dit is noted, today en gifts. En daar kun je nog weer hele leuke dingen mee gaan doen. Dat zal ik straks laten zien in het voorbeeld van Els. Of nee, volgens mij waren de voorbeelden van Esther. Die dit ook heeft ontworpen. Dan staat er hier eentje van vreemd. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld deze heel erg leuk uit kunt gaan stansen. En dan doe je die tekst van vreemd, ga je ook weer uitstansen. Fotootje erbij op. Superleuk. Nou, deze vind ik ook heel erg leuk. Dat is zo'n heartbeat, zeg maar. Zo'n hartslag. Echt heel leuk. Dus dat is de 165. Dan de 166. Er zit een hele leuke bij om zelf zo'n soort peperklemmetje te maken, zeg maar. Dan zitten de hele leuke bij. Even kijken. Volgens mij staat hier this. En hier staat love. En dit kan je dus ook weer gebruiken als reinforcer. Dus die plak je over je pagina heen. Ik zal hem denk ik zo meteen wel even uit gaan stansen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Wat hier staat, dat durf ik zo eigenlijk even niet 1, 2, 3 te zeggen. Volgens mij, ja, limited edition staat hier. En dit is original. En hier staat love. Maar dit peperklemmetje vind ik ook heel erg gaaf. En wat je dus kan zien, is dat die tapjes dus ook weer op elkaar gaan volgen. Ik ben nog maar net begonnen, dus kijk gewoon gezellig mee. Dan hebben we deze ook weer een hele leuke basis, waarbij de tapje dus ook weer volgt op die andere. En dit is met alle dagen, dus Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nou, een blanco, wat je dus ook weer overal bij kunt gaan gebruiken, kan je ook gaan matten voor hierachter. Een heel leuk vaandeltje. Weer een pijltje erbij. Dan een hele leuke. Dit is gewoon echt een basismal. Dus dit is de basismal, zeg maar, zonder poespas. Dus dat is gewoon even zonder al die tapjes. Daar zit een heel leuk cirkeltje bij. Nou, die cirkeltjes die kun je dus samen gaan stansen of los gaan stansen. Een hele leuke met allemaal gaatjes eruit. Superleuk. Er staat but dat weet ik niet. Oh, but first coffee.
Dit is, want dit is gebaseerd op ja, leuke koffiekopjes. Dus als je een keer samen met iemand gaat koffie drinken, je maakt er mooie foto's van. Superleuk om op je in je pagina of in je planner te documenteren. Dan een hele gave met takjes erbij, met blaadjes. En deze hebben dus de tapjes aan de bovenkant. Deze hadden ze net aan de zijkant. Deze heeft ze aan de bovenkant. Nou, met deze ga ik straks ook nog wat doen. Dit is een hele leuke. Daar heb je dus ook een enkele bij. En dit is er dus een, zo'n no-end. En dan kan je dus zelf kiezen hoe lang jij je pagina wilt hebben. Dus je stanst de gaatjes op de juiste maat uit. En de pagina kan je of heel kort maken of heel lang gaan maken. Dat is maar net wat je zelf wilt. Dan zit er een hele leuke bij om een label te maken. In twee verschillende maatjes. En deze staat ook bij What a Day. En daar zit hier bovenaan zo'n leuk tapje om er weer aan te gaan maken. Dus het zijn echt hele leuke stansen. Nou, dit is al een favorietje van mij. Ga ik straks ook mee werken. Deze heeft dus het tapje weer aan de volgende kant. Dus je kan zien, ook hier aan de bovenkant volgen die tapjes elkaar op. Hoef je niet mee te werken in de plannen, dat kan. Dat is gewoon zelf van, wil je alles op chronologische volgorde, zeg maar, of niet? Nou, dit is een heel leuk pocket hoesje. Met een, ja, daar ga ik straks zo mee werken. Zal ik straks zo even laten zien. Dan een tekst van Superstar en hele leuke hartjes die je ter decoratie ergens bij kunt gaan plakken. En dit is de hardloper. Die is ook helemaal uitverkocht. Dat is een heel leuk envelopje. Als het lukt, ga ik hem vandaag nog ergens op verwerken. Maar ik ben bang dat ik zoveel wil doen vandaag dat dat niet gaat lukken. Dus dan houden jullie hem te goed, want ik ga zeker vaker met deze planners aan de slag. Oh, Japanse sluiting inderdaad. Deze vouw je dus dubbel. Hier het flapje eroverheen. En dan kan je deze dus gewoon in je planner doen, omdat die gaatjes gewoon helemaal uitkomen. Dan heb je de reinforcers en nog wat leuke labels. Nou, ik had afgelopen week op onze Facebookpagina gezegd van de malletjes zijn bijna uitverkocht. Grijp snel je kans, want anders ben je te laat. Nou, wij hebben geluk. Wij konden nog een nieuwe partij bestellen en die is onderweg. Die is nog niet bij ons binnen en helaas is het dus, kan zijn dat er momenteel een aantal dingen niet te bestellen zijn in de webwinkel. Maar ik zal ze straks na de live uitzending op gaan boeken. En dat betekent dus dat jullie ze dan wel kunnen bestellen, maar dat ze begin volgende week uitgeleverd gaan worden zodra wij de vracht binnen hebben. Dus dan weten jullie dat even. Kun je trouwens niet kiezen tussen al deze malletjes. Het zijn dus 8 verschillende setjes. Dan hebben wij ook een actieset voor alles bij elkaar voor €99,95. Dus dat is het actieset. En anders zijn ze, meen ik, €11,95 per stuk. Ik durf het niet uit mijn hoofd te zeggen. Hij past ook in je camerawerk als je die hebt. Ja, klopt. Als je het cameraset hebt, dus dat leuke populaire camerakitje van Elisabeth Craft. Daar past deze pocket ook weer in. Dus dat is superleuk. Dan kan je die ook nog weer in je boekje gaan verwerken. Nou, bij deze collectie, ik ga er straks mee aan de slag, zit ook nog heel gaaf papier. En dat is de Reminisc. En dat is echt, ja, voor de plannenliefhebbers een must. Hier zitten hele gave elementjes. Die kan je allemaal eventueel los uit gaan knippen en ergens bij gaan verwerken. Of deze labels uit gaan knippen. Ook dit is gewoon super tof. Ik zou het heel erg gaan gebruiken om al die stukjes uit te gaan knippen, weer los ergens op te gaan plakken. Met een hele leuke achterkant. Dus het is echt heel tof papier. Kijk, dit is toch. Nou, ze zitten er allemaal 2 keer in. Dus ik laat even aan de ene kant de voorkant zien en aan de andere kant de achterkant. Nou, dit zijn ook elementen wat super gaaf weer zijn.
Ja, van deze stijl zal ik straks ook even laten zien. Want die zitten dus ook in de plannen die Els mij meegegeven heeft. Kijk, met geel erbij. Echt, ja, ik vind het heel erg mooi. Ik had nu nog geen tijd om met deze wat te gaan maken. Ik had mijn andere papier nog liggen. En ik kon niet in de tussentijd zo snel dit gaan omwisselen. Dus ik ga vanmiddag met Craft O'Clock aan de slag. Maar een volgende ronde ga ik met deze aan de slag. Een hele gave met blauw erbij. Ik heb zelf mijn beeld niet stilstaan. Ik weet niet of er meerdere zijn die dat hebben. Kijk, deze is ook gaaf. Dit papier is wel echt heel erg tof voor planners. Ik moet zeggen, het is nu voor mij ook dat ik hem voor de eerste keer zo open. Dus ik vind hem echt heel gaaf. Nou, dit is het papier, dat paperpad. Daar zitten dus alle velletjes twee keer in. Alles is dubbelzijdig. Hij is 30,5 bij 30,5. En er zit 12 vel dubbelzijdig in. Dus heel erg tof papier. Maar dat had ik geloof ik net ook al gezegd. Ik val in de herhaling. Nou, dan wil ik nog even wat voorbeelden laten zien. En hier heb je bijvoorbeeld een voorbeeld met die hele mooie stansmal van die bloem wat ergens bij zat. Het papier zit hier ook bij. Dus je kunt zien dat je er ook gewoon kaarten mee kunt maken. Je hoeft niet per se plannenpagina's te gaan maken. Dit is dus met gouden embossingpoeder erbij gedaan. En dit is ook een hele leuke, ook een kaartje met een foto erop. Dus dat kun je ook nog doen. Hier zitten ook weer die leuke stansjes bij. Dit is bijvoorbeeld een stansje van Framed. En het papier uit het paperpadje. Ik ga even een slokje thee nemen. Nou, en dan komen we natuurlijk aan bij de plannenpagina's voor het voorbeeld. Nou, er zitten hele leuke pagina's in. En ik liet net al zien dat we één stansmal hebben voor een basispagina. Zodat je zelf kan kiezen hoe groot jij de pagina's wilt hebben. Nou, wat kun je dus ook doen? Je kunt dus ook gewoon een langere pagina maken en die dubbel gaan vouwen. En dan heb je dus weer een heel ander effect. Hier zitten dus de stempels weer op. Dus dit is gewoon een designpapiertje uitgestanst. En daarop dus weer stempeltjes geplakt. Leuke foto erbij van What a Day. Stempels erbij van 100% Real. En dan die mooie reinforces erbij. Die reinforces zijn momenteel ook uitverkocht. Maar komen dus wel weer bij ons binnen. Hier zie je dus ook wel die gave label. Met dat tapje erbij aan. Echt super leuk. Deze voorbeelden zijn dus van Esther. En die komt Els morgen ook weer ophalen. Nou, je kan ook zien, je kan dus ook gewoon je pagina's uit het designpapier uit gaan stansen. En dan ga je een volgende keer ga je gewoon beginnen met de opbouw. Dus je kan er ook lege pagina's tussen laten. Deze is gemaakt van diverse stansmallen. Dus je kan er ook een pocket van maken. En die vouw je dan dubbel. En dat plak je hier weer op. Dus kijk eens hoe leuk dat is. En dan heb je hier een pocket en hier een pocket. En daar kun je dus die leuke labels weer in gaan stoppen. Dus zo kun je ook heel veel foto's gaan verwerken in je planner. Je kunt er labels in gaan verwerken. Nou, waarvoor moet je een planner gebruiken? Je moet helemaal niks. De planner kan je gebruiken voor foto's maken. Je kan het voor vintage maken. Je kan het voor oude foto's doen. Nou, dit is bijvoorbeeld een hele gave pagina. Hier heb je dus ook dat envelopje. Kijk, touwtje eromheen. En je kan er weer een extra fotootje bij in doen. Nou, deze voorbeelden zijn dus niet van mij en ik ben heel blij dat ik die even mocht laten zien. Want dan hebben jullie er toch een beeld bij. Ik kan niet zo snel al die voorbeelden maken, dus ik ben hier echt dolblij mee. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld ook wel die gave frame ticket met noten erbij. Nou, hier ook nog weer wat pagina's
waar je dus nog weer verder op kunt werken. Hier zit ook weer dat gave envelopje. Het is dus ook super leuk om uit designpapier te doen. Hierachter zit weer die label met dat tapje. Hier weer een labeltje bij achter. Nou, dat papier is ook gewoon super leuk. Nou, hier is dus bijvoorbeeld ook weer die hele gave bloemenstand en dan ook weer met embossingpoeder gedaan. Dus je kan er ook gewoon plaatjes van vogels bij opdoen. Het hoeft niet met foto's. Ik werk zelf ook heel weinig met foto's, omdat ik geen, eigenlijk weinig foto's maak. Kijk, hier heb je dus dat leuke stripje wat ik net liet zien. En daar staat dus op Love This. En dat is dus ook als in plaats van een reinforcer kan je dus ook dit in één keer erop gaan plakken. Ook hier nog weer een stukje van die bloemen. Fotootjes erbij. Je kan ook gaan werken met watercolors in je planner. Dus het hoeft niet alleen met papier. Het kan ook met aquarelpapier en lekker een mixed media stijl. Doe wat je zelf leuk vindt. Hier zit bijvoorbeeld dat rondje met al die gaatjes en dan een leuk strikje eromheen doen. Nou, nog wat losse pagina's die je nog weer kunt gaan bewerken. Eén met modeling paste erbij en aquarel. Nou, hier wat losse pagina's kun je allemaal nog op gaan werken. Hier heb je een voorbeeldje van dat N-teken, zeg maar. Hier heb je een voorbeeldje van het hele leuke paperclipje wat ik net al liet zien bij de stansmalletjes. Dus ja, dit is even het einde van het verhaal. Maar dit is dus een aantal voorbeelden ter inspiratie. En ik denk dat jullie hiermee echt wel een idee hebben gekregen wat je dus allemaal kan gaan doen met een planner. En dit is de manier van werken van Els en Esther. Maar er zijn nog veel meer manieren. Charlene en Ilse die doen bijvoorbeeld heel veel in een art journal stijl. Ik doe het zelf nog weer op mijn eigen vintage stijl. Dus doe wat jij zelf leuk vindt. Embossingpoeder blijft het dan zo erop zitten als de stand. Ik dacht voor stempels. Embossingpoeder kan je ook bij stansmallen gebruiken. Je gaat je stansmalletje dan bedekken met de Versamark inkt, dus de embossing inkt. En daarna strooi je de embossingpoeder overheen, verhitten en dat blijft prima zitten. Ja, Willy, dat probleem heb ik inderdaad ook. Ik kom weinig buiten. Ik maak niet heel veel aparte dingen mee. En ik weet gewoon niet waar ik foto's van moet maken. En anders zijn het alleen maar foto's van mijzelf in huis of in de winkel. En dat vind ik gewoon niet leuk om mee te gaan werken. Dus ik weet nog niet precies met foto's hoe ik dat ga doen. Ik ga even snel mijn laatste beetje thee opdrinken. Nou, we hebben nog wat meer binnengekregen en dat heeft niks te maken met de planner. Maar ze zijn wel super leuk en ik wil ze jullie wel eventjes laten zien. Dat zijn namelijk vier nieuwe stempels van Elisabeth Kraft en die zijn van Sue Smith. En dat zijn hele gave met teksten. Dat is deze, dat zijn wat grotere teksten. Ook heel erg leuk om op je watercolor achtergrond te doen. Dus just for you, wish big, happy birthday, happiness en best wishes. Deze, you got this, dream big, happy birthday to you en hello. Dan celebrate, today is the day, happy en have the best day ever. Have the best day today, sorry. Ik maak er zo wat anders van. Be brave. Do good, stay you, happy birthday to you, positive vibes only, happy and birthday wishes. Dus zijn de vier nieuwe stempels. Ik zie bij het stukje wandelen naar de winkel kun je hele leuke natuurfoto's maken. Nou, ik kan niet met krukken lopen en foto's maken. Dan moet ik elke keer gaan stoppen om mijn rugzak weer af te gaan doen. Camera erbij te gaan pakken. Dus ja, dat schiet ook niet op. Dus voor mij is het niet echt heel handig.
Nou, dat was eigenlijk alles wat ik wilde laten zien met de planner aan voorbeelden. En ik denk dat we nu gewoon gezellig nog eventjes aan de slag gaan. Nou, zoals ik al zei, ik doe het natuurlijk weer op mijn eigen manier. Janine doet alles altijd een beetje anders dan anderen. En Janine moet er altijd een beetje een eigen draai in gaan vinden. En ik ga gewoon een beetje een vintage steltje ervan maken. Hoe en wat weet ik nog niet. Ik had nog wat spulletjes liggen en dat komt allemaal uit mijn paperpadje wat ik afgelopen week heb gebruikt van de Beauty Restless. Nou, het paperpadje is al niet eens meer heel. Ik kan niet eens de hele voorkant laten zien. Dus het is de Beauty Restless van Craft O'Clock. En daar wilde ik deze dubbele pagina mee gaan maken. En hoe die precies gaat worden, we zullen het zien. Ik heb een klein beetje een opbouw gedaan. En we gaan gewoon van start. Ik heb hierbij ook die leuke label nog even uitgestanst. Ik heb alvast een vintage plaatje erbij. Ik had wat papieren bloemetjes uitgeknipt. Ik had wat labeltjes uit het paperpadje. Nou, nog een klokje van Dutch Doobadoo. Wat vlindertjes. Wat kaasdoek. Nou, deze had ik uit het designpapier geknipt. En ik had wat basispapier. Nou, bij deze had ik hem ietsjes ingescheurd. En ik denk dat ik dat aan deze kant ook nog ga doen. En dat ik daar misschien even nog een ander stukje achter ga plakken. Ik bedenk dat gewoon altijd een beetje ter plekke nog. Of dat ik nog weer zo'n leuk papieren kleedje erbij ga doen. Die kan er natuurlijk ook nog wel weer bij. Het mag ook wel ietsjes uitsteken bij de pagina's. Dat is niet zo heel erg. Als het maar niet te veel is. Ja, ik moet altijd wel opletten dat ik dus niet te donker of te dik ga werken. Want dan past de planner straks niet meer dicht. Moet ik even kijken waar ik mijn Distress inkt heb gelaten. Die... Ik heb hem bijna. Ik heb hiervoor de Ground Espresso gebruikt. En ik ga ook even de randjes beinkten. Nou, hier zit dus ook nog een mat laagje bij die je dus weer op kan gaan plakken. Die heb ik niet uitgestanst. Ik ga alleen met deze even aan de slag. Ja, ik ben... op zich ook al heel blij met deze. Dit papier is gewoon echt super gaaf. Nou, deze stans je dus ook gewoon uit en kan je dubbel gaan vouwen en dan erop gaan plakken. Nou, dit is op zich wel breed genoeg dat ik het nog gewoon kan plakken. Zo, die doen we daar bovenaan. Ik ben wel heel benieuwd of er meerdere van jullie ook al begonnen zijn met een planner. Of dat jullie er interesse in hebben. Of dat het jullie gewoon helemaal niet ligt. Dat kan natuurlijk ook nog. Ik denk dat ik hem ietsje schuin ga doen. Kijk, en wat ik nu met de planner laat zien, dat kun je natuurlijk ook nog gewoon op een kaart weer toepassen. Het hoeft niet op een planner. Alles wat wij altijd laten zien, kun je ook op je eigen manier toe gaan passen. Wie kan het verschil vertellen tussen de Cadence of Distress Paint en de Cadence? Nou, van Cadence hebben we heel veel producten, dus ik weet niet wat van Cadence jij dan bedoelt. Maar daar kan ik zo geen antwoord op geven. Dan moet je iets duidelijker zijn wat je precies bedoelt. Een scrapbook aan het maken, dat is ook wel heel erg leuk. Niks voor mij een planner. Nou, dat had ik ook elke keer gezegd, van een planner is helemaal niks voor mij. En nu vind ik het eigenlijk toch wel heel erg leuk. Het begint steeds meer te kriebelen.
Maar dat is ook iets, je moet er ook je eigen draai in gaan vinden en je eigen stijl. Kijk, met foto's is niet wat, dus dan blijft het bij mij, blijft het dan liggen. Dan denk ik van ja, wat moet ik ermee? Ik had mijn stijl niet en dan vind ik het moeilijk om de start ermee te gaan krijgen. Maar als ik dan eenmaal weet van wat ik ermee wil op mijn eigen manier, ja, dan ben ik eigenlijk niet meer tegen te houden. Dan ga ik gewoon lekker door. Nou, dit is een rondje uit mijn designpapier geknipt. En ik denk dat ik er nog even eentje uit ga knippen. Als ik dat papier nog kan vinden. De grote planner is ook leuk inderdaad. Die heb ik dus ook. Ik heb ze beide. Maar ja, ik moet nog even ergens tijd vinden om iets meer voor mijzelf te gaan knutselen af en toe. Dus dat ik zeg maar niet altijd voor opdrachten bezig ben en voor live uitzendingen, maar gewoon echt even relax ontspannen voor mijzelf. Want dan kun je af en toe ook de mooiste creaties nog maken. Maar dat komt allemaal. Deze gewoon even een beetje rondom afknippen. Die gaat hier weer bij achter. Ik denk dat ik deze alvast op ga plakken. En dan ga ik hier iets achter plakken. En wat ga ik erachter plakken? Ik heb nog wel wat. Oh, ik moet mijn lijmflesje even dicht doen. Volgens mij zijn dit oudjes van Stamperia. Gewoon wat elementjes. Die zijn er helaas niet meer. Maar ik had ze nog liggen. En ja, dan vind ik het zonde om mijn eigen voorraad niet meer te gaan gebruiken. Dus ik denk dat ik die hier achter ga plakken. Dat vind ik wel leuk. Het is gewoon een klein elementje erachter. Nou, ik heb maar een klein stukje ervan nodig. Dus ik scheur dit even af. Maar ja, ons bindt zuinig. En dit stukje kun je natuurlijk weer ergens anders leuk achter gaan steken. Het is toch zonde om dat weg te doen, hè? Ik weet niet of jullie dat ook doen. Of je dan ook van die stukjes gewoon eventjes weer afknipt of afscheurt. Oh, de grotere handiger qua formaat, maar de kleinere leuker met de stansjes. Ja, dat is een beetje een probleem dan, hè? Dan is het toch keuzes maken. Nou, ik moet zeggen, ik vind de stansjes van deze ook echt wel heel erg gaaf. Er zitten hele leuke bij, maar bij de grote zitten ook hele gave. Janine, nu snap ik waarom je alle reacties niet kan lezen. Als ik ze probeer te volgen, volg ik jou niet. Nou, ik kan ze ook echt niet allemaal lezen. En dat komt ook een beetje omdat het gewoon heel erg snel gaat. Jullie kletsen gewoon heel veel en dat is super gezellig. Ik ben er ook super blij mee, want dat geeft voor ons ook een beetje een... ja, dan weten wij ook wat wij terug moeten zeggen. Geeft ons gesprekstof, zeg maar. En ja, het is ook, de reacties gaan heel snel. Maar ik zit natuurlijk ook heel veel met mijn gezicht naar beneden om de spulletjes rechtop te gaan plakken. En die reacties mis ik. En in de tussentijd typen jullie natuurlijk wel wat. Dus ja, dan is het af en toe even lastig. Ik ga deze ook alvast opplakken, want dan heb je vaak al een beetje een... Ik vind dat de afwerking van de pagina, en daar heb je gewoon net iets meer zicht hoe het gaat worden. Ik gebruik ook veel oude bladzijden uit pockets. Ja, dat kan ook heel goed. Ja, je kunt alles verwerken. Eigenlijk zou je niks weg moeten gooien, maar ja goed, dan hebben we een... Dan komen we straks op die tv-programma's van Help Mijn Vrouw Verzamelt Alles. En dan krijg je dat probleem weer. Dan hebben de huizen overvol. Nou, een beetje laat lees ik. Nou, je kan nog steeds binnenkomen. Ik ben nu gewoon een beetje aan het knutselen. Ik heb in het begin eventjes laten zien wat er allemaal nieuw is van deze lijn. En het is echt een hele toffe lijn.
Heb je dat gemist, zou je even terug moeten kijken. Het komt na die tijd wel weer op ons YouTube kanaal te staan. Nou, ik had deze keer geen spul erachter gedaan om het vast te gaan plakken. Dus ik doe het eventjes met mijn glue dots van Joycrafts. Als ik nou slim ben, ga ik gelijk die andere pagina, ook die reinforcers, gelijk van opplakken. Dan is dat maar weer gedaan, toch? Ja, help, mijn vrouw is verslaafd aan Hobby Vision. Ja, dat kan ook nog, ja. Maar ja, aan de ene kant kan je het een gezonde verslaving noemen. Maar ja, koopverslaafd is natuurlijk ook weer niet goed, hè. We moeten gewoon alles met mate doen en gewoon altijd kijken van, past het binnen mijn budget of ik iets uit kan gaan geven? En ook van, past het binnen mijn interesse? Want je moet niet iets kopen waarvan je denkt van, oh wauw, Janine heeft dat gebruikt, dat is cool, dat wil ik ook hebben, dat is ook mijn ding. Het kan best zijn dat het gewoon totaal niet jouw ding is. Dus kijk gewoon van wat past bij mij, in wat voor stijl kan ik er het beste mee overweg. Dus koop niet altijd alles klakloos, is altijd wel heel verleidelijk. Maar af en toe eventjes een beetje, of even een dagje erover nadenken. Alhoewel ja, soms is dat bij ons een beetje lastig, want dan gaat het in de tussentijd zo snel met de verkoop, dat het gewoon soms voor ons even niet haalbaar is. Nee, ik ben er niet vanavond. Oh, als je trouwens deze, die plak je even dus op die glue sheet. En dan even aandrukken. En dan gaan al die kleine lijmdotjes komen eraan. En dan kan je ze dus weer heel makkelijk te afhalen. Nee, vanavond ben ik er niet. Vanavond start ik met een online mindful cursus. Dit hele weekend. Dus dit hele weekend is voor mijzelf en werk ik aan mijzelf. Wat af en toe ook heel belangrijk is. En ik ben dus niet echt bereikbaar dit weekend. Af en toe moet dat. Dus vanavond start dat. En ik denk, dan ga ik lekker vanmiddag nog eventjes aan de knutsel. Zo. Nou, ik kon mijn double end pick tool niet zo heel snel vinden. Dus ik doe het nu even met een pincet, maar dat gaat toch lang niet zo makkelijk. Dat betekent dat ik ietsjes te veel benden om mij heen verzameld heb, zeg maar. Maar ja, lag er nog van woensdagavond en dan nu de spulletjes voor vandaag er weer bij. En dan is je bureau af en toe een beetje te klein. Maar ja, het zij zo. Nou, ben ik een snelle knutselaar? Nee, ik doe gewoon alles lekker op mijn gemakje. Dus hoe ver ik hier vanmiddag ook mee kom, geen idee. We shall see. Maar het is tenslotte weekend, dus lekker rustig aan doen, lekker op het gemakje. Het is ook vrij warm om ons heel erg te gaan haasten, zeg maar. Ik heb hierboven ook al lekker de airco aangedaan, want anders kan ik vanavond hier niet meer liggen. Nog twee opplakken. En dan hebben we dat ook weer gedaan. Dus die glue sheets, die vind ik echt ideaal. Heb je nou niet de glue sheets, dan kan je uiteraard dat dubbelzijdige craft tape doen. Dat is dat. Wat ga ik nu doen? Ik ga eerst verder met deze. Verder met de opbouw. Ik ga mijn lijmpistool gewoon alvast aanslingeren. Want dan moet ik straks gewoon sneller plakken. Dan gaan we gewoon niet te lang nadenken over de indeling, maar gewoon vastplakken. Ik wilde die leuke klok erop hebben. Uiteraard zorgen dat ik hem wel op de juiste manier doe. Ik had deze hieronder bedacht. Had ik nog wat leuke bingo kaartjes. Nou, je moet dus uiteraard niet die reinforcers weer gaan bedekken. Dat is niet handig. Een klein stukje wondgaas had ik nog liggen.
gooien we daar weer op. Een klein taartrandje. Nou, en dan zeg ik net van, ik moet oppassen dat ik niet te dik ga werken. En ik blijf ze maar spul opgooien. Maar ja, dat is Janine. En daar krijg je dus ook de echte Janine creaties door. Dus laagje over laagje. Die mag daar. Dan had ik deze nog. Die vind ik daar denk ik wel leuk. En dan had ik wat bloemetjes. En die bloemetjes die komen uit een paperpadje van Minté. En ik denk dat die wel heel erg leuk is. Oh, ik zal zo ietsjes hoger gaan werken, zie ik. Deze komen uit het Flora boek van Minté. En dat zijn deze vintage bloemen. En die vond ik qua kleur wel heel erg leuk hierbij passen. Dus die gaat hier ook bij. Nou, ik had nog een klein stukje van deze. Oh, wacht, dat is denk ik wel leuk. Die bloem die mag daar. En dan heb ik voor hier ook nog een leuke bloem. Ik denk dat dat wel leuk gaat worden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik begin de pagina best leuk te vinden, dames. Hoop jullie ook. Ga ik deze ergens opplakken of niet? Die zou hier wel kunnen. Dan moet ik er alleen nog even een tekst bij gaan verzinnen. En dan moet ik hem eventjes uitknippen of uitsnijden. Want dit vind ik natuurlijk niet leuk. Een vlindertje op de bloem hier. En dan even spieken. Of ik doe deze bloem daar ook nog bij. Zo daarachter. En dan doe ik het vlindertje hier. Zo gaat hij worden. Ik hoop dat ik het straks nog weet. Maar dit gaat hem worden. Plak. Niet langer nadenken. Ach, en wat hij anders, dat geeft ook niet. Ik kijk gewoon altijd een beetje van wat. Het wordt altijd wel iets in dezelfde trend. Deze kwam hier onderaan. Die plak ik straks even vast. De klok ga ik met mijn. Deze vastplakken. Even kijken. Zo moet hij. Dus dan moet ik aan deze kant de lijm doen. Het is me namelijk al wel eens vaker gebeurd dat ik die klok dan gewoon verkeerd opplak. Dan eventjes niet nadenken. Dan wil je snel gaan. En dan chips, klok verkeerd om. Ja, goed. Gelukkig. Ik denk niet dat de ontvanger daarop kijkt. Want vaak zie je het pas als de kaart natuurlijk klaar is. Hè? En ik vergeet ook wel eens om te kijken dat ik de 12 dan bovenaan doe. Ik denk van chips. Maar ja. Het zij zo. Deze vind ik altijd wel leuk om een beetje nog weer in te scheuren. Die klok is trouwens paper art van Dutch Doobadoo. En dat heb ik volgens mij al gelinkt in de webwinkel. Heb ik dat nog niet gedaan, dan doe ik het straks even. Een paar producten had ik gedaan en een paar producten moest ik nog doen. Want ik weet nog niet helemaal exact wat ik allemaal erop wilde gaan gebruiken. En ik moet toch straks nog eventjes de webwinkel bijwerken. Zodat jullie de plannenstansen kunnen bestellen. Mocht je daar interesse in hebben. Ze zijn wel echt super leuk. Oké,
Het vintage plaatje is dus ook van Craft O'Clock, waar ik van de week ook mee werkte. En dit is het vintage set. Nou, het vintage set is nog niet weer leverbaar. Dat zal over ongeveer 2 weekjes zijn. Die was helaas voor de uitzending al uitverkocht. Van woensdag, zeg maar. En dat komt vanuit Polen. Dus dat duurt eventjes weer ietsjes langer. Maar goed, wat in het vat zit, verzuurt niet, hè, dames. Hebben we ook nog weer wat om naar uit te kijken. Er is wel weer ontzettend veel gaaf spul bij ons binnengekomen afgelopen dagen. Dus hou gewoon de webwinkel even goed in de gaten. Nou, dat wondgaas even met een drupje van lijnpistool vastplakken. Moeilijke naam, hè? Nou, dat lijm zit daar ook nog. En dan vind ik dat mijn taartrandje wel voldoende vast zit. Deze ga ik hierop plakken. Nou, ik vind vaak als ik dus werk met al dat wondgaas en die laagjes, vind ik het wel fijn om dit nog eventjes met een beetje van lijmpistool vast te plakken. Maar dat is persoonlijk. Je kan het ook met foam tape doen. Net wat je zelf leuk vindt. Dan ben ik alleen deze vergeten. Als ik snel ben, kan het er misschien nog onder. Daar kunnen we wel een stukje afhalen. Dan wil het sowieso. Als het niet linksom kan, dan kan het wel rechtsom, zeggen ze dan altijd. Overal is een oplossing voor. Ach, nu ben ik mijn bloemetje ook nog vergeten. Wat een soepkip. Nou ja, kan er ook nog wel weer bij achter. Kijk. Overal komt wel weer een oplossing voor. Dan gaan we deze hier ook even met een drupje vastplakken. Nou, ik ben heel erg blij met mijn lijmpistool van Vasen Creative. Die lekt gewoon niet. Hij is ideaal omdat hij blijft staan. Ik ben er tevreden over. Zo heeft iedereen wel zijn eigen favoriet. Ook die van Sizzix is ook heel erg fijn. Alleen zit daar geen standaardje aan. Dus daar zou je zelf een standaardje bij kunnen kopen. Dus ja, dat is maar net wat je zelf makkelijk vindt. Ik vind het gewoon ideaal dat ik hem gewoon zo weer weg kan zetten, weer erbij kan pakken. Ik ga voor het gemak soms. Even kijken. Die is ook wel leuk erbij. Die bloemetjes die maken het wel een beetje af, hè. Zo krijg je wel echt een lekker vintage pagina. Nou, wat voor tekst ik erbij ga doen, daar moet ik zo meteen nog even over brainstormen eigenlijk. Ik heb nog niet zo'n... Misschien dat ik er straks even een stickerboekje bij pak en dan kijk van wat kan erop. Nou, die blaadjes zijn ook allemaal uit het paperpad van Minty geknipt. Dus ja, je kunt gewoon zelf kiezen van wat ga ik in mijn plannen doen. Nou, ik vind het wel heel erg leuk om het dus gewoon echt lekker op mijn eigen stijl. Een beetje vintage, een beetje van dit, een beetje van dat. En er zullen ook totaal andere pagina's wel in mijn plannen komen. Kan ook best wel zijn dat ik een keer een richting een art journal pagina ga maken. Of dat ik een keer lekker met watercolors ga kliederen. Of dat het toch een pagina met foto's wordt. Ik denk dat het gewoon een verzamelboek bij mij gaat worden. Van allerlei verschillende stijlen, technieken, producten. Gewoon een beetje een testboekje, zeg maar. Ik vind het vlindertje in dit geval denk ik hier mooier. Of ik ga hem aan deze kant plakken. Moet ik even over brainstormen.
misschien dat ik die vlinder zo doe en dan die twee bloemetjes daar nog bij op. Maar het kan zijn dat ik dan later nog even een klein breitje ergens doe of wat splitpennetjes of zo. Dat moet ik nog eerst eventjes opzoeken in mijn voorraad, zeg maar. Deze gaat even dicht. Ja, voor de Sizzix kan je een standaard maken zelf. Wij hebben ook gewoon een standaard daarvoor te koop. Dus er is ook wel een standaardje voor die van Sizzix te koop. Ik heb hem zelf ook en die zal ik straks, als ik mijn kantoor in de winkel klaar heb en vanaf daar ga filmen, kan best zijn dat ik dan mijn Sizzix ga gebruiken. Maar hier thuis is deze gewoon praktisch en ik heb hem in de buurt staan. Ik vind hem gewoon fijn. Kijk gewoon wat jij zelf prettig vindt. Nou, dit is toch leuk. En dan denk ik dat ik deze hier onderaan ga doen. Maar dat moet ik even uit gaan snijden. Dat zal ik buiten de live wel even doen. En dan plak ik daar nog leuke stickertjes op. Of een leuke tekst erop stempelen. Of dat ik toch hier zo'n zwarte tekststicker ga doen. Daar moet ik nog even over nadenken. Dan laat ik deze even liggen. Want dan wil ik toch aan de slag met de andere pagina nog even. Een klein beginnetje aanmaken. Even kijken. Ik zit er. Denken of ik dat touwtje wel zo leuk vind. Dat touwtje moet eigenlijk naar beneden hangen. Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Ik denk wel dat touwtje erop blijft zitten, maar ik moet nog even bedenken hoe en wat. Dan hebben we de volgende pagina. Maar ik vind het altijd wel leuk om twee pagina's zo in dezelfde stijl. Dan heb je het gewoon, ja, ik hou van rust, regelmaat. Ik ben een beetje autistisch wat dat betreft. Het moet bij mij altijd een beetje hetzelfde. Nou, de pockets, dat is dus die standsmal. Kan ik die nog snel laten zien? Dat kan ik wel. Dat is dus deze standsmal. En daar zit dus hier dat leuke envelopje. En daar zitten ook die extra ringetjes bij voor de sluiting. Nou had ik eigenlijk hele kleine... chips, ik heb er nog maar 3 en geen 4. Oh nee, ik heb er wel 4. Super. Dat is mooi. Nu had ik eigenlijk hele kleine splitpennetjes. En die had ik even op willen zoeken. Vandaar dat ik ook iets later was, maar ik kon ze niet vinden. Dus ik ga even kijken of het ook met de grotere splitpennen kan. Maar dat denk ik haast wel. Volgens mij moet het met elke splitpen wel kunnen. Nou, ik heb hem dus uit designpapier uitgestanst. En ik heb 2 keer uit hetzelfde designpapier gedaan. Dat vond ik wel leuk om ze dan zo onder elkaar te gaan plakken. Deze kan je dus hier op gaan doen. Even kijken, ik had ergens wel andere splitpennetjes verzameld. Maar ik zeg erbij had. Want waar zijn jullie gebleven? Ik ga weer eventjes zoeken. Even een paar dingetjes weer opruimen. Ik had hele leuke. Rara, waar zijn ze? Dat zijn ze niet. Dat zijn ze ook niet. Nou, grapje. Moet eventjes... spieken. Of ik anders snel even wat andere nog kan vinden. Ik moet er namelijk ook nog wat andere hebben. Nou, ik ga eventjes snel spieken. Nou, grapje. Ik heb ze wat. Dan gaan de zwarte in. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Als er maar wat in zitten.
En zwart past ook wel weer leuk bij dat paper art. Ja, zoek en ga je zult vinden. Maar dan wil je te snel voor zo'n live uitzending. En dan gaat dat gewoon... dan kun je niet zoeken, zeg maar. Straks als ik de live heb afgesloten, denk ik dat ik ze zo gevonden heb. Splitpennetje er doorheen. Moet je niet te strak doen, zodat je hierachter nog weer een touwtje kunt doen straks. Zodat je het pocketje ook open kunt doen. Pocketje. Ja, eigenlijk een beetje raar. Pocket, pocketje. Zo. Dat is één. Ik was niet slim geweest. Ik heb er maar twee gepakt. Ja, je kunt het later weer terugkijken. Ik zet het uiteraard weer op ons YouTube kanaal. Ik probeer dat vandaag nog even te doen. Als het lukt. Ik moet die van Rihanna van gisteren er ook nog opzetten. Dus dan hebben jullie dan twee planner live uitzendingen die jullie terug kunnen kijken. En wie weet worden jullie dan wel helemaal geïnspireerd. Nou, Rihanna die gaat ook... nog vaker hiermee live. En ik ook dus. Ja, het is gewoon zo leuk. En je, ja, weet je wat ik ook het leuke vind aan dit soort dingen? Dit maak je namelijk voor jezelf. En ik ben wel iemand die graag dingen voor zichzelf maakt. En dat je later kunt... ja, ook je groei kunt zien van wat je allemaal... ja, hoe je groeit, zeg maar. Nou, jullie zullen het geloven of niet, maar nu ik de splitpennetjes er vast in heb zitten, heb ik de andere weer gevonden. Dus dat is altijd zo. Maar ach, het zijn zo. Even een beetje thee. Oh, willen jullie nog iets leuks zien? Ik ben met nog iets bezig. En dat is wel heel erg tof. Dat is namelijk met de Derwent Metallic Set. En daarmee op zwart mixed media papier kleuren. En dat metallic, dat geeft toch zo'n gave glans. Ik ga eens even kijken of jullie dat in beeld zien. Ik zag hem eventjes tussendoor voorbij komen. Kijk, zie je, dit is nog maar het eerste laagje van die nieuwe metallic paint pen. Dus echt... ja, ik vind het gaaf. En dan met gouden embossingpoeder gestempeld. Dus daar ga ik nog mee verder. Maar dat was even terzijde. Het complete set van €99,95 moet ik nog weer activeren. En dat zal ik straks nog eventjes doen. Dus het complete set zal wel weer te bestellen zijn vanavond. Maar ja, voor hoe lang, dat durf ik ook niet te zeggen. Want... ja, de malletjes gaan gewoon super hard. Bij Elisabeth Craft konden ze dit ook echt niet voorzien allemaal. En er komen wel weer nieuwe aan. Maar de levertijd is nu ook gewoon allemaal even wat langer. Want het is voor de bedrijven ook niet meer mogelijk om ja, spullen in te laten vliegen. Omdat het gewoon zo duur is geworden. Dus er zijn ook wat, ze moeten het via een weg doen wat gewoon iets minder snel gaat. En ja, dan moeten we gewoon even iets meer geduld hebben. Ja goed, het zijn geen eerste levensbehoeften, zeg ik altijd. Dus we moeten maar eventjes geduld hebben. Deze zijn ook super leuk om bijvoorbeeld op je kaarten te gaan verwerken. Of in je mini-albumpjes. Ik vind ze echt super leuk. Klein fotootje erin. Niet te veel laten zien. Heb niet direct tijd voor alles. Nou, ik ook niet. En daarom heb ik allemaal van die halve dingen. En daarom wil ik dus binnenkort ook wat tijd voor mezelf gaan nemen. Om een keer halve projecten even een beetje af te gaan maken. Want anders dan blijf ik ook allemaal met die halve dingen zitten. En dat vind ik gewoon jammer. Maar ja, tijdens een live krijg ik heel vaak dingen niet af. En ik kan niet gelijk weer
gaan zitten om het af te maken. De volgende live moet ik weer iets nieuws gaan bedenken. En al met al blijven dan zoveel halve dingen zitten. En ik vind dat zo jammer. Dus daar ga ik eventjes aan werken. Binnenkort ga ik even van alles weer afwerken. Ik gebruikte scoretape. En ik heb nu de 3 mm. Dus echt die hele dunne moet je pakken. Dit touw van Vaassen is helaas ook uitverkocht. Al heel erg lang. En wanneer het weer leverbaar is, I don't know. Ik hoop toch snel een keer. Maar we zullen zien. Dus ja, dat zijn voor ons ook dingetjes. Soms ook lastig van, ja, wanneer komen ze weer binnen? Even kijken. Ik moet nog iets bedenken voor de afwerking van deze. Wat gaan we hiervoor doen? Ik vind het altijd wel leuk om dingen in dezelfde stijl weer terug te laten komen. Dus die klok vind ik wel leuk om er weer bij te doen. Waar precies weet ik nog niet. En dan misschien bij één nog een taartrandje erbij. Dan zit ik te denken, ga ik ze recht plakken? Ga ik ze iets schuin plakken? Dat kan ik ook nog doen. Ik kan er ook nog een strookje designpapier onder gaan doen. En dan kan ik hier natuurlijk het bloemetje ook nog weer een beetje bij gaan verwerken. Vlindertje mag daar wel op. Dan heb ik nog een leuke ticket. Die kan daar wel weer mooi achter. Dan komt de vlinder daar. Nou, ik denk dat dit al wel aardig leuk gaat worden. Ik wil alleen die klok onderaan hebben in plaats van bovenaan. Op de een of andere fiets vind ik dat leuker. Ik denk dat ik er nog even een strookje designpapier en een klein strookje van dat ribbelkarton bij ga doen. Want ik vind het wel leuk om dat ribbelkarton ook weer terug te laten komen. Oh, en ik heb deze bloem ook nog. Leuk, leuk, leuk. Nou, ik denk dat alleen een klein strookje ribbelkarton al wel genoeg is. Even proberen. Wanneer de winkel weer open is, we laten het nog exact weten. Maar het zal wellicht komende week ergens zijn. Het zal alleen niet veel uur per week zijn. We gaan minimaal open in het begin. En we gaan dat gewoon per week bekijken van wat we kunnen, wat mogelijk is. Dus houd de website in de gaten. We gaan het in de nieuwsbrief melden. De Sidekick is er. Nee, de Sidekick is er niet in een grotere maat. Want de Sidekick, zo heet deze gewoon. Je hebt anders wel de gewone planner. En die is wat groter. Je hebt wellicht het begin van de live niet gezien. Want daar liet ik even het verschil zien tussen beide planners. Dus ja, ik zal ze er zo, als het lukt, even nog erbij gaan pakken. En weet je, ik heb nog deze rondjes. Die kan daar weer leuk op. En dan doe ik hier zo'n tekstquote op. En dan denk ik dat ik er niet meer op moet doen. Heel misschien een klein beetje stempelen daarop. Of die kleine bloemetjes nog. Heb ik die nog? Nee, die heb ik niet meer uitgeknipt liggen. Ik ga nog een paar van die leuke vintage bloemetjes ga ik uitknippen. En die plak ik hier nog in het midden met een tekststrookje erbij. Of ik doe nog zo'n stukje van dat. Nee, dat vind ik te druk worden. Ik denk dat ik hem gewoon verder zo laat. Dit ga ik eventjes in een volgende sessie ga ik dat vastplakken. Maar jullie kunnen wel zien hoe het gaat worden. Kan zijn dat het ja, een paar centimeter verschoven wordt. Maar dit is wel een beetje zeg maar de manier hoe ik hem wil. Ik ga deze hier doen.
En dan ga ik dit uitsnijden. En dan komt hier gewoon een tekststicker. Dat wordt hem. En zo gaan we doen. Ik zal voor degene die het gemist hebben even het verschil laten zien van de planners. De planner, de gewone planner, is dus op A5 formaat. En dit is de Sidekick, dat is de personal formaat. En die is dus kleiner. De pagina's zijn hierbij, meen ik uit mijn hoofd, 17 centimeter. En bij deze zijn ze uit mijn hoofd 21 centimeter. Dus dat is het verschil tussen de beide planners. En je moet voor jezelf kijken, wat vind ik een leuk maatje om mee te gaan werken. Nou kijk, het staat toch leuk zo naast elkaar. Dus voor mij is het nu een doel om ze beide gevuld te gaan krijgen. Maar dat kost eventjes tijd. Maar dat gaat goed komen. De bloemetjes komen uit dit Flora boek van Minté. Ik ga de producten voor jullie nog even weer linken in de webwinkel. Zodat jullie alles weer terug kunnen vinden. Nou, ik hoop dat jullie dit weer een leuke uitzending vonden. Dat jullie er weer wat van opgestoken hebben. Heb je helemaal niks met een planner? Je kan dit ook verwerken op je kaarten. Het gaat om de inspiratie. Om af en toe de techniekjes die wij laten zien. De producten die wij laten zien. Pas het toe op je eigen manier. Je hoeft niet dezelfde producten te gebruiken als wat wij doen. En heb je wel dezelfde producten? Het hoeft ook niet op dezelfde manier. Kijk gewoon wat bij jou past, waar jij blij van wordt. Het is het allerbelangrijkste dat jij blij wordt van wat jij maakt. En dat je gewoon rust voor jezelf neemt en dat je gewoon, geniet van het proces. Dus voor nu wens ik jullie een heel fijn weekend. Morgenavond zal Jeanette zijn. Zondagavond is Lisanne er. En maandagavond is Rihanna er weer. En dinsdag ben ik er wellicht, maar dan denk ik dat het 's morgens is. Wat is het verschil tussen een planner en art journal? Nou, in principe is het de buitenkant, want ze werken beide met losse pagina's, zeg maar. En bij deze stans je zelf de pagina's uit en bij een art journal zitten vaak basispagina's in. Dus dat is het een beetje. Een planner koop je leeg en een art journal is gevuld. Nou, voor nu eet smakelijk alvast voor straks en een fijne avond. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!